Hallo, vandaag wou ik met jullie een uil gaan tekenen. Doe je mee? Gaan we een uil tekenen. Op het moment zie je ze natuurlijk niet zoveel, maar in de winter gebeurt het regelmatig dat ik een uil zie. Ja, nu met al die blaadjes aan de boom zie je de uilen ook niet zitten. Maar laten we eens een uil gaan tekenen. Doe je mee? Vandaag gaan we een uil tekenen. Ik begin met de snavel. Dus bij karikaturen ook, dan begin ik met de neus. Maar in dit geval begin ik met de snavel. Zo. En dan die ogen. Hè. Hij heeft hele grote ogen, zo'n uil. Voilà. Dit zijn de veertjes zo. Ja, het is nog niet zo eenvoudig, een L. En dit lijken net oren, want het zijn natuurlijk gewoon veren. Nou, en dan de hij zit wat verscholen achter het een blad. Dat is dan een voordeel, dan hoef je bijvoorbeeld niet het hele lijf te tekenen. Je zet hem gewoon achter wat takken met blaadjes. Een uil is trouwens niet makkelijk te vinden in het bos. Hij zit inderdaad vaak verscholen achter de takken en blaadjes. Ik heb wel eens het voordeel dat ik hem 's nachts nog wel eens zie vliegen.
Maar je hoort ze dus niet vliegen. Een uil is heel, heel stil. Die hoor je echt niet. Andere vogels die hoor je nog wel eens vliegen. Dan hoor je die vleugelslag. Of, bij een uil is dat namelijk niet zo. Ja, anders zou die ook nooit een muis kunnen vangen. Nou, probeer zelf ook eens een uil te tekenen. We hebben natuurlijk de beroemdste uil is meneer de uil. Van de fabeltjeskrant van vroeger. Mocht je die niet kennen. Ga zelf een uil tekenen. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.